Yo mensen van WeskeGames, welkom bij een nieuwe serie op WeskeGames. In deze serie gaan we Tekkit spelen, want Tekkit leek me wel een leuke game mode om te doen. Ik heb het vaker gespeeld, ik heb het zelfs al een keertje geprobeerd op WeskeGames, maar dat is toen een beetje mislukt, want het wilde niet helemaal en ik snapte er nog niet veel van. Maar ondertussen heb ik iets langer Tekkit gespeeld nu en ik dacht, hey, laten we hier nou eens een serie van maken, want ik heb niet veel series op WeskeGames. Dus vandaar deze. In deze serie wil ik een huisje gaan bouwen natuurlijk. En dan wil ik later, als ik wat spullen heb, wil ik dingen gaan doen die jullie achterlaten in de reacties. Dus bijvoorbeeld maak een puntje fabriek. Bijvoorbeeld een koekjesfabriek. Want dat is allemaal mogelijk met Tekkit. Je kunt van allerlei fabrieken maken met verschillende machines. Maar het is wel weer even puzzelen. Want ik zei net wel dat ik weer even Tekkit had gespeeld. Maar dat was een uur. Nog niet eens. En dat was met iemand anders. En ja, dus ik heb eigenlijk niet veel gedaan. Ik weet ook niet wat dit allemaal is. Ja, hier, dit heb je allemaal van die rare blokken. En, oh, die kan ik inspannen, maar dat gaan we niet doen. Ik wil eigenlijk, ja, ik had eigenlijk het idee om buiten opnames te minen, al voor de aflevering begon. Want ik had al een aantal dingen bedacht. Maar ja, nu ik weet dat ik hier kan inspannen, denk ik niet dat jullie dat vertrouwen. Ja, of jullie moeten dat even achterlaten in de reacties, maar ik weet niet, jongens. Ik kan inspannen. Ik ga dat niet doen, natuurlijk. Want dat verpest voor mij ook het Tekkit gevoel. Want als ik ga inspannen, dan kan ik niet meer trots zijn op iets wat ik doe. Bijvoorbeeld als ik iets nodig heb, bijvoorbeeld koper of zo. En het lukt me niet, ik ga koper inspannen. Ja, dan voel ik me niet trots om wat ik heb gedaan met die koper. Want ja, dat is allemaal ingespand en niet legit, weet je. Maar we zijn hier niet om te praten over koper. We gaan een plek zoeken om een huis te bouwen. En ik dacht dat daar zo, ongeveer, die kant op. Daar is een soort van strand, een soort van... Ja, hoe noem je dat? Het steekt... Oh shit. Het steekt een beetje uit op de zee. En daar wil ik eigenlijk even gaan kijken. Het is wel weer even wennen. Want je kunt hier niet meer rennen met control. Want ik heb control dan op F gezet. Dus ik zou mijn W in kunnen drukken. F indrukken. En dan zou ik automatisch rennen. Maar dat is niet meer. Ook lag ik een beetje. Maar ik weet niet waar dat komt. Hier. Oh, dat is best wel dichtbij. Maar ik weet niet wat dit is. Jullie zien het op de map rechtsboven ook al. Dat hier een soort van, ja, wat is het? Het steekt een beetje uit. En dit lijkt me wel een leuke plek om een huis te bouwen. En ik weet niet waarom ik zo lag. Dat is eigenlijk de vraag. Dit lijkt me wel een leuke plek om een huis te bouwen. Hier kunnen we van alles doen met water. En eventueel hier bijvoorbeeld dingen weghakken. Zodat we hier fabrieken neer kunnen gaan zetten. Dus het wordt een soort van industrieterrein. Laten we beginnen met hout hakken. Dit is echt van die... Wow, dit is echt weer old school Minecraft voor mij. Want ik heb natuurlijk allemaal texture packs aanstaan. En dat ziet er allemaal niet meer zo uit. Dan gaan we deze bomen hakken. En dan ook de bomen hiernaast. En dan gaan we eigenlijk even een standaard huisje maken. En daarna wil ik eigenlijk al best snel de mine in. Want ik heb natuurlijk voor machines zoals een bedbox, etc. Heb ik bepaalde dingen nodig. Oh, en die kan ik alleen maar hebben als ik ga minen. En daarom gaan we daar de mine in. We hakken deze boom nog even weg. En dan gaan we even een axe maken. Want dat gaat veel sneller. Dit duurt altijd zo lang. Zo lang. Hup, nog één. Zo. Dan gaan we hier even kijken. Hop. En dan... Oh, je kunt ook niet meer slepen. Handig. Sticks erin. Hoppa. Sorry als ik trouwens een beetje lag heb. Ik weet niet waar dat komt. Dat komt waarschijnlijk gewoon door mijn laptop. Maar ik heb net even naar mijn instellingen gekeken. Maar ja, dat helpt niet echt veel. Helaas. Maar... Oh, zo. Oh, dit is echt vervelend Minecraften gewoon. Zo. Of Tekkit spelen bedoel ik. We spelen geen Minecraft nu. Zo, deze twee bomen nog om. En dan gaan we een pickaxe maken. En dan gaan we de mine in, jongens. Of laten we eens een standaard huisje maken, inderdaad. Hè? Dan kunnen we in ieder geval even veilig zijn voor mobs. Want als het goed is, staat die op easy. Ja. Dus er komen mobs. Zo, dit is trouwens best wel een rare boom. Ik weet niet of jullie dit... Ah, what the fuck. Deze vertijkt alleen maar leaves. Alsof de logs het koud hebben of zo. Hop. Hop. En hop. En... Oh, oké, dat was hem. Zo, dus deze bomen zijn weg. Ik zie ook al dat we daar sugarcanes hebben staan. Dus dat is ook wel handig. Oh shit, ik heb net van al mijn logs dingen wood gemaakt. Dus laten we gewoon even snel. Hop. Hop. En dan hop. Dit is echt heel klein, jongens. Ik weet het. Maar het is even tijdelijk. Zo, zo, zo. Kijk, dit is al helemaal prachtig, vind ik. Ja, nou, dit vind ik wel even goed genoeg voor een huisje. Ja, als het donker is, ga ik toch gewoon de mine in ofzo. Dus dat is wel goed genoeg. Ik kan wel een deur maken, maar dat heeft niet zoveel zin. Ah, jawel, wacht, laat maar. Ik weet al hoe ik het ga doen. Hop. En dan hier doen we gewoon nog hout bovenop. Maakt niet uit of het lelijk is, het is maar tijdelijk. En dan gaan we later een mooi huis maken met allemaal ja, bepaalde steen die we alleen maar kunnen krijgen in Tekkit. Even kijken, zo. Pas hier nu spiders erheen? Nee toch, als ik hem zo doe? Nou, laten we nog gewoon een boom omhakken, want dit is echt lelijk. Holy shit. Ik moet ook denken aan eten, want eten hebben we ook nu. Dus ik kan het beste dadelijk even snel deze seed even ergens gaan plaatsen. Dus dat we misschien alvast een beetje, of seeds gaan halen, misschien is beter. En dat we dan alvast even een wheat farmpje aanleggen, want eten is heel belangrijk. En het eerste waar ik eigenlijk voor ga is een condenser, als ik dit zo goed schrijf, juist. Een condenser. Een condenser is eigenlijk een kopieerapparaat. Een kopieerapparaat zegt het eigenlijk al, je kan items duplicaten. Dit is niet iets van cheaten, maar dit is gewoon puur Tekkit, jongens. Hiermee maak je ook fabrieken met een condenser. Maar zo maak je dus een condenser, daar hebben we diamonds voor nodig, obsidian en een alchemical chest. En voor die alchemical chest heb je dan dit weer nodig. En voor die Covalence Dust heb je dan ook weer bepaalde dingen nodig. Maar die Covalence Dust is echt totaal niet het probleem. Het is meer de diamonds die het probleem zullen gaan vormen. Dan gaan we even deze saplings oppakken en seeds proberen te krijgen. Je hebt hier trouwens ook andere bloemetjes. Ik vind het er wel leuk uitzien. Er zijn allemaal honden hier die we misschien ooit kunnen temmen. Even kijken. Oh, dit is een... Wat is dit ook alweer voor seed? Een flagseed. Ik weet niet wat een flagseed doet, jongens. Moeten jullie hem even in de reacties achterlaten. Voor de mensen die Tekkit wel meer spelen als mij. Maar volgens mij kan ik... Hier komen toch van die soort van plantjes uit. Die bloemen. Het lijkt een beetje op mais. Maar dat is het dan weer niet. Kijk, we hebben 3 seeds. Ik kan ook waypoints zetten trouwens. Dat is wel een goeie. Dan zal ik daar eens een waypoint gaan zetten bij mijn huis. Voordat ik weer verdwaal. Zoals normaal. Want ja, je weet hoe ik ben. Ik loop ergens heen en dan verdwaal ik echt gewoon totaal. Dus laten we daar een waypoint zetten en dan gebeurt dat niet meer. Even kijken, ja, dit zijn dan wel genoeg seeds. 4, nou niet heel veel. Maar in ieder geval iets, jongens. En meisjes, want er kijken volgens mij ook wel meisjes. Geen idee. Even kijken, hop, hop. Dit maken we van wood. En hop, hop, hop. Oh, lelijk, maar dat maakt niet uit. Deurtje dicht. Oh, dan hier op. Kijk, nou zijn we helemaal veilig, jongens. Hier kan niemand meer binnenkomen. En dan gaan we een chest maken voor spullen. Zo, wow, waar zag die chest er raar uit, man. Kom eens terug. Heb ik het nou of ziet dit er heel raar uit? Wow, wat ziet dit er vaag uit? Lol. Kijk dan. Zo hoor je items niet vast hebben in Minecraft, maar dat kan aan mij liggen. Even kijken, dan pakken we deze en deze weer terug. Oh, en deze. En dan maken wij een hoe. Zo. En dan gaan we kijken of we hem hier aan het water kunnen plaatsen. Ja, dat kan. Even kijken, zo, hier zo. Zo, prachtig dit. Helemaal niet lelijk, kom je erbij. Hop. En dan doen we hier de 4 seeds, zo. Deze dan ook maar planten, dat doen we dan hier. Hop. Huh? Waarom kan ik deze niet plaatsen? Hallo. Waar moet je dit op plaatsen? Flax seeds. Oh, kan dat alleen maar... Oh ja, deze kon alleen maar op nat gedoe. Als dit... Ja, hoe noem je dat? Als het nat wordt. Ja, dat klinkt heel vies, maar als het nat wordt. Dan gaan we deze bomen nog terugplaatsen. En dan moeten we snel, jongens, ons huis in. Want zoals jullie zien is het donker geworden. En ik weet niet, er zijn geen andere mobs in Tekkit volgens mij. Maar ze zijn nog wel even gevaarlijk als in Minecraft. Dus we gaan naar binnen. En dan gaan we proberen een pickaxe te maken. Daar hebben we nog wel genoeg hout voor. En dan gaan we de mine in, jongens. En dan wil ik eigenlijk even kijken of we iron kunnen vinden. En of misschien al wel diamonds, wie weet. Ik wil de aflevering niet te lang maken. Want ik wil eigenlijk meerdere afleveringen tegelijk op gaan nemen nu. Zodat ik een voorraadje heb. En zodat ik niet weer zonder video's kom te zitten dadelijk. Want ik zit nu alweer een paar dagen zonder video's. Oh nee, wacht. Ik heb laatst, gisteren ongeveer. Heb ik, nee niet gisteren of eergisteren heb ik nog een video van Kingdom 2 geüpload. Maar ik zit nu dus in principe zonder video's. Dus vandaar dat we Tekkit gaan opnemen, jongens. Tekkit is gewoon een serie die ik ga doen. Alleen, ik wil eigenlijk niemand erbij gaan betrekken. Dat doe ik sowieso al bijna nooit. Want ik wil bij Kingdom juist mensen gaan betrekken nou. Er komen ook nieuwe dingen aan qua rondom Kingdom. Dat is niet op mijn kanaal, maar dat is wel heel tof. Maar we zijn nu met Tekkit bezig en we gaan de mine in. We hebben al een beetje stone verzameld. Ik wil eigenlijk deze pickaxe, of ik ga in ieder geval vast een stone pickaxe maken. En wil ik daar even upgraden. Of dan wil ik die stone pickaxe halen, of die wooden pickaxe bedoel ik. Kom jij mijn woorden vandaag. Even opmaken en dan gaan we hiermee verder. Dan maken we een zwaard, mochten we eventueel nog mobs tegenkomen. Zo. En een shovel lijkt me ook wel handig om mee te nemen in de mine, mochten we dirt tegenkomen. Wat ook heel vervelend is. Zo. Deze mee en dan deze eruit. Hoppa. Dit kunnen we wel meenemen en dat was het ongeveer. Ik hoop echt dat we kool vinden, want dan hebben we een beetje licht. Want het is best wel donker hier. En mijn Tekkit staat al op zijn helders, dus het is een beetje vervelend. Oh, dit duurt lang met stone. Maar ik wil hem wel opmaken, want altijd gooi ik stone pickaxe weg, weet je wel. Maar ik wil hem eens een keertje opmaken. Nou, weet je wat? Dat is helemaal niet nodig. Fuck stone pick of wooden pickaxe. Hop, weg ermee. Even kijken, kijk, daar heb je ze al. Hier spant gelukkig nog niks. Zo. Deze in de hotbar. En naar binnen. Hop, oké. Dan kunnen we verder met de stone pickaxe. Zoals je ziet gaat het veel sneller. Je moet even snel iron vinden. En of emerald, sapphire of ruby. Dat zijn weer ores die in Tekkit gevonden kunnen worden. Emeralds ook in Minecraft. Maar je kunt ruby en sapphire ook hier vinden. Dat is hetzelfde als emerald gekleurde ores die je in pickaxe kan vormen. Maar we hebben iron, jongens. Dat is super handig. Kunnen we in ieder geval daar een iron pickaxe gaan maken. Mochten we nog kool vinden. En of gebruiken we eventueel hout. Kan ook. Maar het liefst kool. Want hout hebben we niet heel veel nu. En zo. Dan hebben we al wat iron, jongens. En voor die condenser hadden we iron nodig. Dus dat hebben we in de pocket. We hadden stone nodig. Dus die hebben we eigenlijk ook al. En dit is marble. Als ik me niet vergis. Marble, juist, marble is echt zo chill. Hiermee wil ik eigenlijk gaan bouwen, jongens. Want marble, als je dat zo doet, volgens mij, krijg je marble brick. En marble brick is zo mooi eigenlijk. En die kun je ook in het zwart krijgen, dit. En daar kun je zo mooie gebouwen mee maken. Dus die wil ik eigenlijk gaan verzamelen. Het lijkt alsof ik heel veel van Tekkit weet, maar dat valt allemaal reuze mee. Dit zijn echt de basics die ik nou vertel. Hop, en dan, ja, dit is veel ook gewoon. Dus dit gaan we gewoon zo even laten. Kan ik even later nog wel hakken met een iets machtiger... Ja, hoe noem je dat? Iets betere pickaxe, zoals emerald, sapphire, ruby, iron. Wat had ik al gezegd? Nou ja, boeien. We gaan nog verder omlaag, jongens. En dan, op welke laag zitten we? Op laag 46. Oh, we hebben, wat is dit? Wat is dit? Oh, die kan ik niet hakken. Kom, snel omhoog. Ik wil die emeralds hebben. Want hier heb je emeralds wel in grotere stukken bij elkaar. En ik vind een emerald pickaxe iets fijner dan een stone pickaxe. Dus, wacht. Even kijken hoor. F3H. Dan gebeurt er... Oh, niks. Dan kan ik... Nog niet. F3H. Oh, dat was FT. F3H. Kom op. Werk. Shit, dat kan hier niet. Ik wou dat proberen dat je durability kon kijken van je tool. Want dat kan. In Minecraft kun je met F3H volgens mij kun je kijken hoeveel durability je pickaxe nog precies heeft. En dan kon ik kijken hoeveel een emerald pickaxe had en een stone pickaxe. Maar dat kan dus blijkbaar niet. We gaan hier de kool ingooien. En dan pakken we ons laatste beetje hout. En daar halen we het net niet mee volgens mij. Dus we gaan even kijken of we kunnen ook geen ding meer maken. Dus we moeten even naar buiten om hout te halen. Geen mobs toch? Nee. Dan gaan we deze boom hierboven pakken. Deze hop. En helaas hebben we die pickaxe of die axe weggegooid volgens mij. Of hij zat in de chest en ik heb er overheen gekeken. En dan zitten jullie nu allemaal van thuis. Weske, please. Hij zat in de chest. Hoe kun je daar nou overheen kijken? Want dat heb ik wel altijd bij YouTubers. Dan zit ik naar een video's te kijken. Want ik kijk wel bepaalde YouTubers. En dan zijn ze in chest iets aan het zoeken. Bijvoorbeeld een stone pickaxe. En dan zit hij daar gewoon. En dan zien ze hem niet. En dan zit ik hier van thuis. Kom op. Kijk nog eens. Hij zit daar gewoon. En dan ja. Oh shit. Kunnen we niet door? Oh shit. Kunnen ze door die dingen heen? Oké, die motherfucker. Huh. Dicht. Even kijken hoor. Oh, we hebben eten in ieder geval. Dat is wel handig. En jammer dat je er dan weer ziek voor wordt. Hier zie je, daar heb je de axe. Dan gaan we hier nog meer in stoppen. Even... Oh, we hebben 3. Nice. Dus deze hoeven we in principe niet meer te gebruiken. Zo. Oh jawel. Wel, want we hebben sticks nodig. Zo. In de crafting table. Hop. Deze. En dan maken we een iron pickaxe. Nice. En dan kunnen we naar beneden. En dan pakken we de emeralds. Hop. Ik hoop niet dat die zombies door mijn deur heen gaan. Ik weet niet of dat kan. Want dat kon eerst wel altijd. Ik weet niet of dat nog steeds kan. Even kijken. Hier zien emeralds er ook veel anders uit. Zo. Dan hebben we alle emeralds verzameld. En dan gaan we omhoog om een pickaxe te maken. Want ik wil dan even een emerald pickaxe hebben. In plaats van een iron pickaxe. Ik weet niet waarom. Maar ik vind emerald gewoon veel... Ja, het ziet er veel leuker uit natuurlijk. Een groene pickaxe. Sticks. Die hebben we hierin zitten. Hop. En hop. Tada. Hebben we een emerald pickaxe. We kunnen ook nog een zwaard maken. Gewoon voor de leuk. Zo. En dan. Zo. Kijk. En dan hebben we ook nog een groen zwaard. Allemaal heel leuk. En aardig. Maar dames en heren. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze eerste aflevering van mijn Tekkit Survival serie. Laat even achter in de reacties wat je hier nou van vindt. Want het was voor mij natuurlijk ook even wennen om weer iets qua survival op te nemen. Want dat doe ik niet heel vaak. Communitycraft ligt stil weer. Alweer. Helaas. Dus het is even wennen voor mij. Maar nogmaals bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Tekkit aflevering. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Wil je nou dat ik bepaalde dingen in Tekkit ga doen? Bijvoorbeeld een fabriek maken. Bepaalde machines bouwen. Laat het even achter in de reacties, jongens. Abonneer op WeskeGames als je dat nog niet had gedaan. En als je veel meer van mij wil zien. En dan check ik jullie heel graag later. Ciao.